of waar ook ter wereld. In de afgelopen dagen zijn door jagerbommenwerpers... En in het bijzonder... Geen trompetgeschal, geen tromgeroffel bij de opening van de lang voorbereide en lang verwachte tentoonstelling 75 jaar Almelo Vrij. Maar eindelijk is hij te bekijken en te ervaren in het Stadsmuseum. Het spreekt vanzelf dat de geallieerde piloten alle mogelijke maatregelen nemen ten einde de bombardementen zo zuiver mogelijk uit te voeren en de burgerij geen schade te berokkenen. Niettemin worden wij verzocht aan alle burgers. Dit is een verduisterde woonkamer. Aan het eind van de oorlog. We hebben dat proberen na te bootsen. Je krijgt dan de indruk dat je in een donkere kamer zit met het geluid van Radio Oranje. En dat tevens dan ook de bommenwerpers overkomen. En dat geeft een behoorlijke, indrukwekkend geluid. Dat maakt wel indruk op je als je er eventjes in het hokje gezeten hebt. Het is 4 april 1945, Canadese in de Vrije Almelo. Ze komen van twee kanten. Ze komen van Borne aan deze kant en ze komen van Borneboer. Van Borne wordt het heel moeilijk, want hier bij de Vierweerstraat Boek, de oude Coca-Cola fabriek, staat een groot kanon opgesteld. En je kon zien aan de tijdslijn dat het heel langzaam gaat, want hier is een stukje van de Duitsland gekleurd. Hier is het. Ze beginnen rond 1 uur begint het en dan langzaam vallen ze allemaal mee. Het was natuurlijk al lang bekend dat er een tentoonstelling zou komen over 75 jaar bevrijding van Almelo, 4 en 5 april 1945. Dus is er op tijd een groepje bij elkaar gekomen om dat allemaal voor te gaan bereiden. Een groepje vrijwilligers van het Stadsmuseum Almelo. Sommige mensen die meer de kunstzinnige aspecten deden. Ik noem bijvoorbeeld Peter Leeuwen, die deze prachtige wand heeft gemaakt helemaal. Het is ongelooflijk knap hoe dat in elkaar zit. Ik noem ook heel graag in die hoek René de Kok, die voor de vormgeving heel veel heeft gedaan. En dan zijn er natuurlijk mensen die zich bezig hebben gehouden met het onderzoek, geschiedkundige feiten of het bovenhalen van persoonlijke verhalen. Er zijn natuurlijk ook vrijwilligers die veel geschiedkundig onderzoek hebben gedaan, die andere dingen hebben uitgezocht. Om de tentoonstelling een beetje persoonlijker te maken. Een van de dingen die we gevonden hebben is een dagboek van een meisje van 11 jaar die van dag tot dag bij heeft gehouden wat er allemaal gebeurde. En dat meisje, dat hoorde bij de familie Gorten, dat dagboek is bewaard gebleven. Het is fantastisch dat we dat weer hebben. Zij vond ook op een gegeven moment in de tuin een granaat, stukken van een granaat en een kleine scherf daarvan. Heeft ze met plakband in haar dagboek verwerkt. Dit en nog veel meer is te zien bij 75 jaar Almelo Vrij in het Stadsmuseum. Wel reserveren online op www.stadsmuseum.nl of telefonisch 0546 816 071.